De Spelotheek heeft iets te vieren. De speelgoeduitleenservice houdt volgende week haar uitgestelde verjaardagsfeest. Net voor corona bestonden wij ruim 30 jaar. Toen kwam de lockdown. We hadden een groot feest gepland. En um, ja, dat kon dus helaas niet doorgaan. We wonden boven wonder. We hebben het overleefd. We zijn er nog. En uh, 14 september, dan hebben wij een grote grand opening. We hebben de wethouder uitgenodigd om de spelotheek te komen openen. Wij hebben alle basisscholen in Zeewolde benaderd. En de vraag om het te melden aan de ouders van de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4. Wij hebben dan inschrijfformulieren klaar. Mensen kunnen lid worden. Wij zorgen voor wat lekkers voor de kinderen en voor wat te drinken. En ja, we maken er een grote hebbening van. Voor leden en niet-leden. De spelotheek wil graag dat alle kinderen kunnen spelen, maar merkt dat er ouders zijn die de weg er naartoe nog niet weten te vinden. Wij krijgen regelmatig toeren, Goh, een spelotheek in Zwolle. Waar zitten jullie dan? Wij weten niet eens dat jullie bestaan. Nou, wij zitten in de Eclipse bij de parkeerplaats aan de achterkant van de Lidl. Het is geen grote ruimte, maar we hebben best heel veel keuze. En wij bestaan. En ja, ik vind gewoon echt dat dat moet blijven bestaan. Het belang van de spelotheek voor Zeewolde en voor spelotheek in het algemeen is dat kinderen leren van spelen. En dat is iets wat wij heel erg belangrijk vinden. We hebben materialen voor in de winter dat je spelletjes kunt doen. We hebben materialen voor het voorjaar en buiten, dat je daar iets kunt gaan doen. We staan hier voor onze beweegkast, dat is voor fysiotherapeuten, als kinderen daar iets moeten oefenen. En zeker in de tijd waar we nu in zitten, waarin alles duurder wordt en uh, ja, mensen het toch behoorlijk moeilijk beginnen te krijgen, is het zeer waardevol dat je gewoon spelletjes, speelgoed, materiaal kunt lenen. Het uit kunt proberen. En mochten ze het dan echt heel erg leuk vinden, kun je het alsnog gaan aanschaffen.